Dick van Egmond, GroenLinks. Jeugdhulp is al 6,5 jaar geleden in een transitie gegaan. Organisaties zouden met elkaar samenwerken, alles zou beter worden. Wat vind je er nou van? Hoe succesvol is het? Nou, ik denk dat het geen verrassing als ik zeg dat het niet een al te groot succes is. Het is landelijk in het nieuws en ook lokaal, dus ook in Hillegom. Dat de wachtlijsten lopen op. We vragen ons af waarom zich steeds meer jongeren melden bij de jeugdhulp. En vervolgens kunnen we dat niet aan. Dus op de een manier hebben we de boel nog niet op orde. Hillegom krijgt 666.000 euro volgend jaar. Ja. Wat moet daarmee gebeuren? Ja, uiteraard stoppen in het zwarte gat? Besteden aan de jeugdhulp. Maar ja, vooral ook kijken naar waar kunnen we het nou zeg maar inhoudelijk verbeteren. Want we kunnen niet doorgaan met er alleen maar geld in blijven pompen. En tegelijkertijd constateren dat er steeds meer jongeren jeugdhulp nodig zijn. Dus nieuwe plannen ontwikkelen? Of we moeten naar management toe? Ook hiervoor geldt, laten we eerst even evalueren. Want het beleidsplan is 7 jaar oud. Nou, dat is best oud voor zo'n beleidsplan. Dus laten we daar nog eens even kritisch naar kijken. En dan kijken hoe we dat bij kunnen stellen.